Ben alert, neem maatregelen. Zorg ervoor dat de inbrekers het niet gemakkelijk krijgen. Zodat we met elkaar Breda veilig maken. Breda nu. Je weet het meteen. Afgelopen week werd aan de winnaar van de ANWB Inbraakquiz een mooie cheque ter waarde van €450 uitgereikt. Deze cheque wordt gebruikt om zijn huis inbraakproef te maken. Het was een quiz over wat je zelf zou doen voor inbraakpreventie. Ook wat de valkuilen zijn van mensen, zeg maar, als ze weggaan. Dat waren een aantal vragen die je daarover moest beantwoorden. Nou, het is in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid. En we hebben ervoor gekozen om deze samenwerking aan te gaan. Omdat ANWB het heel belangrijk vindt dat leden zorgeloos en met plezier onderweg zijn. En met zorgeloos onderweg betekent natuurlijk ook dat als je thuis komt, dat je huis niet, dat niet ingebroken is. Er wordt voornamelijk gelet op verlichting bij de bereikbare deuren. Goed hangen sluitwerk op de bereikbare ramen en deuren. Rookmelders is daar een onderdeel van. Dus dat de bewoners, stel als er brand is 's nachts, dat je wordt gealarmeerd als dat je de woning moet verlaten. Verder bij de opname geven we nog diverse tips voor waar mensen zelf al het nodige aan kunnen doen om de woning veiliger te houden. Vaak is het zo dat mensen bijvoorbeeld, al gaan ze maar eventjes weg, de voordeur niet afsluiten. En afsluiten wil niet zeggen achter je dicht trekken, dat je denkt van, oh, hij is nu dicht. Maar je moet het echt met de sleutel op slot rijden. En dat geldt eigenlijk ook als je binnen bent, dat je gewoon de voordeur op slot rijdt. Want voor hetzelfde geld komt er iemand van buiten af via de brievenbus of via flipperen, maken ze de voordeur open en ze staan gewoon binnen. En dat soort dingen moet je mensen meegeven als je daar rondgaat. En dan zijn we, dan hoor je heel vaak van, dat doen we eigenlijk nooit. Het is denk ik goed dat mensen bewust zijn wat ze zelf kunnen doen om ervoor te zorgen dat ongenode gasten, de inbrekers, niet zo makkelijk binnenkomen. En daar helpt zo'n quiz mee, want dan leer je weer eens kijken naar, hoe ziet mijn eigen huis er eigenlijk uit? Welke maatregelen kan ik nemen om ervoor te zorgen dat ik niet het slachtoffer word van woninginbraak? Wat kunnen de inwoners van Breda zelf doen aan inbraakpreventie voor de mensen die misschien nog niks aan doen? Nou, je moet heel goed nadenken over het hang- en sluitwerk, daar begint het mee. Maar ook nadenken over, zijn er spullen in het zicht, kostbare spullen in het zicht? Heb ik eigenlijk mijn ramen wel dicht als ik weg ben? Zaken waar je denkt van, daar denkt iedereen toch wel aan? Helaas, niet iedereen denkt eraan. En als we bijvoorbeeld naar de woninginbraakcijfers van Breda kijken, die gelukkig fors dalen, zie je toch nog soms wel dat mensen niet eens sporen hoeven achter te laten, omdat mensen bijvoorbeeld vergeten de deur dicht te doen of een touwtje uit de deur halen, laten hangen om een kind naar binnen te laten komen. Maar helaas maakt dan ook een inbreker er gebruik van. Ben alert, neem maatregelen, zorg ervoor dat de inbrekers het niet gemakkelijk krijgen, zodat we met elkaar Breda veilig maken. Breda nu. Je weet het meteen.